Goedemorgen, fijn dat je kijkt naar deze livestream. Ik wil je uitnodigen om met ons mee te zingen, waarin we God bidden en vragen om onze ogen te openen. Want ook in deze tijd wil Hij ons zijn glorie tonen. Daar willen we deze ochtend mee beginnen. Heere God, we bidden, we zingen, toon ons uw glorie. Want dat is waar we ten diepste zo naar verlangen. Toon ons uw glorie vanochtend. En we hebben het gezongen dat we geloven, er is een open hemel. En een ieder die nu zit te kijken, die kijkt tegen een dak aan. Maar Heere God, we proclameren en we bidden en we zingen. Er is een open hemel, want u bent hier.
U bent in ons midden. Heer, daar waar we ons hart openstellen voor uw liefde, mogen we geloven dat u komt met uw Heilige Geest. En dat bidden we voor deze ochtend. Voor ieder. In Jezus' naam. Amen. Wat goed om deze dienst te beginnen. Om God welkom te heten. Heel bewust te zijn van het feit dat God hier is. En niet alleen hier in deze zaal. Maar ook daar waar jij nu zit te kijken. God is er. En natuurlijk mag ik jou ook welkom heten. Ik ben Linda Troost. En namens Mozaïek mag ik jullie allemaal van harte welkom heten. En misschien voel je op dit moment wel heel dicht bij God. Maar het kan ook zijn dat je je heel ver af voelt van God. En het maakt niet uit hoe je zit te kijken. God houdt van jou. En God heeft vanochtend een boodschap voor jou. Welkom, gaaf dat je kijkt. En ik wil ook een heel hartelijk welkom geven aan Tiemen. En ik vraag hem er gewoon even bij. Tiemen gaat vanochtend spreken. En Tiemen kenden we ondertussen. Welkom Tiemen. Goedemorgen. Wat gaaf dat je er bent. Ja. En je bent ondertussen geen onbekende meer van ons. En ik vind het heel tof dat je hier bent. En we zijn heel erg benieuwd naar wat je gaat brengen vanochtend. Dankjewel. En ja, ik ben zelf best wel aan het worstelen voordat ik tot een preek kom. Ik vind dat best wel een intensief proces. En ik vraag me af, waar haal jij je inspiratie uit? Hoe gaat het bij jou? Nou, dat is voor juist voor deze preek best wel een beetje bijzonder. In de afgelopen tijd kwamen er zoveel verhalen wereldwijd, ja, mijn hart binnen. Hmm. Dat ik best wel verdrietig ben geweest, soms boos. Dan zat ik te huilen achter mijn bureau en dan zei ik ook eens van, God, wat heeft het eigenlijk nog voor zin? Hmm. Het is te veel, het is te veel. En eigenlijk door het Bijbelgedeelte wat ik nu ga behandelen, is God met mij in gesprek gegaan. En ik heb er nog nooit over gepreekt, maar dacht van, nou, dat ga ik dan nu wel doen. Wauw, ik ben heel erg benieuwd. En ja, ik kan me zo voorstellen dat door je werk bij Compassion natuurlijk, dat er echt wereldwijd verhalen binnenkomen. We herkennen dat misschien ook wel, want we hoeven het nieuws maar aan te zetten en je ziet hoeveel er leeft in de wereld. Maar wij als Mozaïek steunen een project van Compassion, hè, in Kenia. Maar Sabiet, er zijn heel veel mensen die vanuit Mozaïek een kindje daar hebben gesponsord. Heb je ook verhalen specifiek uit dat gebied gehoord? Ja, juist omdat ik hier ging spreken ben ik in contact gegaan met Jator. Dat is degene die de 16 projecten overziet waar al die sponsorkinderen van Mozaïek ook zitten. En dat was een heftig gesprek. Mm. En dus hij zei van, het was hier al super kwetsbaar. Mensen leefden hier echt al op het rand van hun bestaansmogelijkheden. Maar hij zei, de markten zijn gesloten. Het werken is weg. En eigenlijk is hier de mogelijkheid om te bestaan eigenlijk nog verder afgenomen. En toen vroeg ik hem van, joh, ja, toen ben je bang voor honger? Dat dat gaat komen. Hij zei, nee, niet dat dat gaat komen, dat is er al. Mm. Ouders die zijn echt in paniek. Die zijn de hele dag bezig om iets te vinden van eten, om dat aan hun kinderen te geven. En ze zeiden, we kunnen de projecten niet openen, de kerken zijn gesloten. Maar wat we doen is dat we maken via een mobiel, maken we 2,50 euro ongeveer per dag over. Zodat een gezin van gemiddeld 6 personen in ieder geval kan overleven. Hmm. Dus eigenlijk zijn we nu in de modus van overleven. En dat was het eerste effect. Het tweede, zegt hij, dat is eigenlijk nog intenser. Dat verwacht je misschien wat minder snel, zegt hij. Er is heel veel geweld tegen kinderen. Hmm. Kinderen zijn de hele dag thuis, kunnen niet naar school of naar het gebed. En ouders zitten vol spanning en een stuk wanhoop. Hmm. En dat wordt vaak afgereageerd op kinderen. Hij zegt, het is een mix van fysiek en seksueel geweld waar heel veel kinderen aan blootstelden. Toen vroeg ik hem, van, joh, hoeveel kinderen dan ongeveer? Hij zegt, dat geldt voor alle kinderen. Nee. Dus dat brak mijn hart. Ja. En nou, ik vind het ook heel mooi om dat hier met jullie te kunnen delen. En hij zei ook, van, oh, zeg alsjeblieft tegen Mozaïek dat het ons zo goed doet. Dat wij familie hebben, dat we hier niet alleen voor staan, maar dat we samen opstaan voor dit gebied. Wauw, ja. Laten we dat ook doen. Dankjewel, Tiemen. Ja. Dankjewel. We zijn heel erg benieuwd wat je gaat delen straks met Dankjewel. Ons. Dankjewel. Ja, dat raakt me. En misschien jou ook wel. En misschien raakt alles je wel op dit moment als je ziet wat er gaande is in de wereld. Misschien is het goed om dan ook even aan te geven dat er een mogelijkheid is om met ons in contact te komen. Want juist op momenten dat dingen je raken en juist op momenten dat het moeilijk is, is die verbinding zo belangrijk die er nu eigenlijk niet is. En toch willen we die aanbieden als Mozaïek. En je kunt met ons in verbinding komen door te appen, door een chat achter te laten of te bellen. Er zitten mensen klaar om met jou te bidden, om met jou te praten. En maak daar gebruik van. Daar is een mogelijkheid toe. Dan gaan we over in een stukje aanbidding.
Wat heb ik daar zin in om samen met jullie God te aanbidden. En we beginnen met een vrij nieuw lied. Maar het is een prachtig lied. En het heet Awake My Soul. En mijn gebed voor dit lied, dat we zo meteen samen gaan zingen, is ja, dat jouw hart mag ontwaken. Dat God jouw hart mag ontwaken, mijn hart mag ontwaken. En ook al zijn we fysiek niet bij elkaar, dat we mogen beseffen en niet mogen vergeten dat er zoveel kracht is wanneer wij samen eenparig in gebed zijn en God zoeken en bidden. En dat we zo mogen getuigen van zijn kracht.
Als wij aanbidden
Misschien herken je daar wel wat van. Dat door al het nieuws wat op je afkomt, alle verhalen die je ziet, de beelden wereldwijd, dat het je te veel wordt. Dat je de neiging hebt om jezelf terug te trekken. Dat je zegt, Jezus, ik laat het maar over aan u, want dit lukt gewoon niet. Wat voor een verschil kan ik hier nou in maken? Nou, dat gevoel was in de afgelopen weken een paar keer heel sterk. En eigenlijk hangt het er nog steeds wel. Verdriet over het gebrokene wat je ziet. De pijn die mensen meemaken. Boosheid over de onmacht bij jezelf en bij anderen. Of het manier van denken die je ziet. Maar misschien ook wel moedeloos. Hoe dan? In de afgelopen tijd is God met mij in gesprek gegaan. Door het Bijbelgedeelte wat we zo gaan lezen. Hij heeft me uitgedaagd, hij heeft me getroost. En het is een bijzonder momentje. Ook wel toen ik nadacht over het moment van vanmorgen. Want in de Bijbel staat, het wordt in 4 evangeliën beschreven, in de Bijbel staat dat het 5000 mensen bij elkaar waren. En dat nog niet eens de vrouwen en de kinderen meegerekend. En toen ik met een van de voorgangers in gesprek was deze week, zei ik van, joh, hoeveel verwachten jullie er nou eigenlijk kijken? Nou ja, zei hij, als we uitgaan van 7,000, 8,000 views en dan keer 2,5 hebben we uitgerekend, dan komen we op zo'n, nou ja, tussen de 15.000 en de 20.000 kijkers. 7.000 of 8.000 kijkers, mannen en kinderen niet eens meegerekend. Dat is precies even groot als de groep die samenkwam bij Jezus. En zij kwamen daar, die groep, dat staat er in de Bijbel, ze kwamen daar omdat ze Jezus wonderen hadden zien doen. Dus dat was niet eens zozeer omdat ze heel veel van Jezus hielden of dat ze alles van hem verwachten. Maar het was gewoon een welkome afwisseling van in hun bestaan. Ze hadden Jezus wonderen zien doen. Ja, en dat wil je zien toch? Je wil wat te vertellen hebben. Iets laten zien, daar was ik bij. Dus ze zitten daar een beetje op afstand en ze kijken naar Jezus en ze hopen op een nieuw wonder. En bij Jezus en de discipelen is het net even anders. Jezus heeft net gehoord dat zijn achterneef Johannes, die een beetje dezelfde bediening had als hij, is onthoofd. Familie, iemand in dezelfde bedieningen en Jezus weet waar het bij hem op uit gaat lopen. Dus dit heeft hem diep geraakt en hij zegt in deze verhalen, zegt hij, kom jongens, laten we naar een plek gaan om even alleen te zijn. Het was zo druk namelijk met al die mensen om hem heen dat ze heel vaak geen tijd hadden om te eten. En nu heeft Jezus even zin om met zijn maten naar een stille plek te gaan. Alleen. Even verwerken. Maar als ze dan in het bootje stappen en ze varen dat meer over, dan komen ze er aan en dan staan er dus duizenden mensen op die kant te wachten. En ik weet niet zo goed hoe de discipelen hebben gereageerd, maar ik kan me zo goed voorstellen dat ze dachten, oh nee, niet weer. Maar we zien wel, in al die evangelie wordt beschreven hoe Jezus keek. En Jezus zag die schare, die enorme schare, 15 tot 20.000 mensen. En dan staat er, en Jezus werd diep geraakt in zijn buik. En heel vriendelijk stapte hij uit de boot en hij ging met hen praten over het koninkrijk van God. En genas hun zieken. Ah, dat is Jezus. Weet je hoe zij daar kwamen? Met welke intentie? Hoe zij in de buurt van Jezus kwamen, dat lijkt even niet zoveel uit te maken. Hoe u vanmorgen naar Jezus bent toegekomen, ja, misschien is dat niet het allerbelangrijkste. Niet hoe jij naar Jezus toe komt, maar hoe Jezus naar jou toe komt. Dat bepaalt wat er vanmorgen kan gaan gebeuren. En ik geloof dat Jezus ook vanmorgen, hoe jij daar zit te kijken, dat maakt niet zoveel uit. Maar hij heeft het verlangen om met jou te praten over het koninkrijk van God. En om jou te genezen van de wonden die je hebt opgelopen in dit leven. Zo is Jezus. Zo is hij ook vanmorgen voor jou. Dus verwacht er maar wat van. Je mag delen in het wonder van deze ochtend. Nou, we weten een beetje hoe het gaat. Jezus die gaat preken en die gaat genezen en die trekt er alle tijd voor uit. En de discipelen die staan op een afstandje wat te wachten en die denken van jongens, dit gaat echt heel lang duren. En op een gegeven moment loopt het al richting de avond en er zitten duizenden mensen. En ze beginnen een beetje te puzzelen van hoe gaat dit aflopen? Krijgen we nog even tijd met Jezus of moeten we straks ook nog? En dan gaan ze in overleg met Jezus. Jezus, zullen we ze niet naar huis sturen? Want het zijn er wel heel veel en wij weten niet, ze zullen wel honger hebben. Zullen we ze naar huis sturen, Jezus? Misschien wel net zo, oké, toch? Het was goed hoor, uw preek, maar misschien is het goed om er nu een eindje aan te breien en ze naar huis te sturen. En Jezus die kijkt rond en die zegt, ah, dat is een goeie wat jullie zeggen, ze hebben honger. Nou, weet je wat? Geef jullie ze te eten.
Nou, dan lezen we even in Johannes 6. We konden kiezen uit 4 evangelieën. Ik kies nu voor Johannes 6 om te lezen wat er dan gebeurde. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: Hey, waar denk jij dat we brood kunnen kopen om deze mensen te eten geven? Hij vroeg dat aan Filippus om hem op de proef te stellen. Want hij wist zelf al wel wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ja, Jezus, zelfs 200 denariën zou niet voldoende zijn om iedereen hier een stukje brood te geven. Een van de andere leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, die zei: er is hier een jongen en die heeft in ieder geval nog 5 gerstebroodjes en 2 visjes. Maar wat hebben we daaraan met zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen maar gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen en dan nog de vrouwen en de kinderen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die daar zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. En toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: jongens, er is nog over. Verzamel de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. En dat deden ze. Ze vulden 12 manden met overgebleven was en de 5 gerstebroden die men had gegeten. Ja, de discipelen die zien een probleem opkomen. Maar Jezus die kijkt anders. En Jezus die stelt dan een vraag. Jongens, geef die eerst een opdracht. Geef jullie ze maar te eten. Denken de discipelen. Geef jullie ze maar te eten. Dat is een beetje een domme opdracht, Jezus. Waarom vraag je dat? En dan ook nog die vraag aan Filippus. Hij kijkt Filippus aan en zegt: Filippus, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Hoe ga je ze te eten geven? En je ziet een beetje paniek in de ogen van Filippus. En hij zegt: ja, Jezus, al had ik hier 200 dagsalarissen, dan nog zou het niet genoeg zijn om iedereen een stukje te geven. Kom op. Waarom zo'n naïeve vraag? Waarom zo'n domme opdracht? Maar hey, Jezus die geeft geen domme opdracht. En stelt ook geen naïeve vraag. Hij weet wat hij gaat doen, zegt de Bijbel. Maar ergens denk ik, hij gaat de discipelen uitnodigen om een deel uit te maken van het wonder. Hij gaat het niet even zelf oplossen, maar hij nodigt anderen uit om deel te worden van het wonder. En het eerste, voordat je betrokken raakt in een wonder, moet je ontdekken, moet het helder worden, dat het niet kan in eigen kracht. Voordat je een onderdeel wordt van het wonder wat Jezus aan het doen is, moet je realiseren: ik kan dit helemaal niet. Wij als mensen en zij als discipelen zijn altijd in de neiging om te denken van: wat kan ik hier aan doen? Heb ik wel genoeg? Wat zijn mijn mogelijkheden? En dat challenge Jezus. Hij zegt: kijk maar naar je mogelijkheden, denk er maar over na, maar ontdek ook maar, jij bent niet de oplossing. En dan komt Andreas. Die wilde nog even een schepje bovenop doen. Om Jezus te laten zien van: Jezus, het was wel naïef. Hij zegt: Jezus, ik ben even rondgegaan en ik heb 5 broodjes en 2 vissen. Maar wat betekent dat? Dat zegt hij nog even bij. Hij zag een kleine jongen lopen met zijn lunchpakketje en zegt: hey, gast, mag ik dat even hebben? En hij loopt ermee naar Jezus bijna om te vertellen: Jezus, zo kansloos is deze opdracht. Zo naïef is uw vraag. Hey, ik heb 5 broodjes en 2 visjes, maar wat betekent dat eigenlijk met zoveel mensen? En Jezus die pakt dat broodje aan. En let je even op dat kleine jochie. Dat kleine mannetje had 's morgens zijn broodje staan te smeren. Had tegen mama gezegd: mama, ik ga naar Jezus. En dat kan nog wel even zo lang duren, want die haalt lang aan. Maar ik wil er zo lang mogelijk bij blijven. Dus ik smeer even wat meer broodjes. 5 broodjes, oké? Mag ik 2 visjes? En dat nam hij mee naar Jezus. En toen kwam Andreas langs. Met een beetje paniek in zijn ogen. En een beetje verontwaardiging. En hij zegt: hey, jij broodjes? Mag ik die even? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En het mannetje liep met hem mee. En hij zag nog even die meewarige blik van Andreas naar zijn broodjes. Dat stelt niet zoveel voor. Nou ja, lekker. Dan maken we het Jezus tenminste duidelijk. En hij ziet dat Andreas zijn broodjes en zijn visjes aan Jezus geeft. Hier, Jezus. En hij hoort nog dat Andreas zegt: maar wat betekent dit? Wat stelt dit eigenlijk voor? Maar dan kijkt hij naar Jezus. En dan ziet hij bij Jezus vreugde op zijn gezicht. En dan zegt Jezus tegen al de discipelen: jongens, hey, wat ik hier heb, zet iedereen maar in groepen uiteen. Groepen van 50, groepen van 100, oké? Ga het maar doen. En de discipelen die kijken elkaar en denken: my goodness, dat hebben wij weer. Dus ze zien Jezus zitten met hun broodjes. Het jongetje staat ernaast. En al die mensen worden in groepen neergezet. Jongens, ga maar zitten. Ja,
neem even rust. Nee, je hoeft niet naar huis, ga maar zitten. En iedereen zit daar op het gras. En dan kijkt het mannetje naar Jezus en die ziet dat kleine, wat stelt dit nou voor in zijn handen? En dan ziet hij dat Jezus dat met vreugde, hij lijkt van naar iemand te kijken. Hij houdt het omhoog en zegt, Vader, dank u wel dat u dit uit de aarde heeft doen voorkomen. Gezegend bent u, u bent de koning van deze wereld. Dank u wel voor dit brood. En dan pakt hij het weer naar beneden. Hij breekt het en deelt het aan zijn discipelen. Vind je het niet ontroerend mooi? Dat wat Andreas noemt, maar wat stelt dit eigenlijk voor? Dat Jezus het pakt en het aanbiedt aan de Vader en er zijn vreugde over uitspreekt. Hoe vaak is het wel niet dat wij, als we naar ons eigen lunchpakketje kijken, naar dat wat wij hebben of wie wij zijn, en we zien vooral de nood in deze wereld. Het is zoveel, het drukt zo zwaar. En als we dat dan zien, hoe vaak is het dan wel niet dat wij naar onszelf kijken en denken, maar wat stelt dit eigenlijk voor? Wie ben ik? En misschien vergelijken we ons lunchpakketje wel met iemand die 7 of 13 broodjes heeft. En die denkt, ja, dat is meer. Hij heeft meer. Maar misschien moeten we vooral kijken naar hoe Jezus omgaat met deze 5 broodjes en 2 visjes. Jezus die kijkt en als jij dus jou, wat stelt dit nou voor, in de handen van Jezus legt, dan spreekt hij daar als eerste zijn vreugde over uit. Hij dankt de Vader voor wie jij geworden bent en wat jij hebt. Dat wat jij eigenlijk vindt, wat stelt dit nou voor? Plus de handen van Jezus. Dat is het begin van het wonder. Dus kun je het je voorstellen dat jij jezelf en je eigen mogelijkheden in een stukje wanhoop van alles wat je om je heen ziet, toch maar bij Jezus brengt. En misschien zeggen andere mensen wel over jou. Of misschien denk je zelf wel constant, maar wat stelt dit nou voor? Wij kunnen dit toch niet? En dat Jezus je dan in de handen neemt en naar zijn Vader kijkt en zegt, dank u wel, papa, voor hem of voor haar. Dank u wel voor dat wat u hem of haar gegeven heeft. Het is genoeg om er wonderen mee te doen. Wat denk je? Heeft dat kleine mannetje, is dat de enige met een lunchpakket? Ik denk dat er veel meer mensen waren met een lunchpakket. Maar ja, je kunt, als je een hele grote nood ziet en eigenlijk maar 1 lunchpakketje hebt, dan kun je er op verschillende manieren mee omgaan. Ik noem er 3. Je kunt denken, wat een sukkels. Ze wisten dat Jezus lang van stof was. Dan smeer je toch een broodje 's morgens? Nou, ik heb het gedaan, maar het is hun eigen schuld dat zij nu naar huis moeten. Sorry. En misschien dat je je lunchpakket onder je jas stopt. Een beetje verstopt voor iedereen, want het is ook zo gênant om daar uitgebreid te gaan zitten eten. Maar terwijl je af en toe in je elleboog hoest, pak je een stukje brood en stop je het in je mond. En zo kom jij die middag wel door. Volle buik, maar met een leeg hart. En een oordeel over al die sukkels die vanwege hun eigen schuld toch hadden moeten zorgen voor brood. Dat kun je doen met je lunchpakketje. Het afschermen. Denken van, ach, het is een druppel op de gloeiende plaat. Als ik het weg ga geven, heeft niemand wat. Dus ja, ze hadden er zelf voor moeten zorgen. Dat is 1 mogelijkheid. Het andere wat je kunt doen is dat je het om je heen ziet en je denkt, wow, wat een nood, wat veel. En dat je je eigen lunchpakketje pakt en dat je alles gaat weggeven. En je bedient 10 of 15 mensen. En mensen kijken bewonderend naar jou. Maar ze zien niet zozeer een wonder, maar ze zien jou. En dan kun je denken, steeds meer word je op die manier bewust van je eigen tekort. Uiteindelijk krijgt niemand genoeg en ben jij vooral bewust van je tekort. En als je dat doet, ja, dan zien mensen Jezus niet. Dit kleine mannetje legt het in de handen van Jezus. Hij zegt, hier Jezus, hier hebt u het. En dan gaat Jezus aan de slag. Jezus die weet dat jij de nood in deze wereld ziet. Hij weet dat het te veel en te groot is. Hij weet dat jouw mogelijkheden daar niet aan toereikend zijn. En vandaag stapt Jezus erin. Jezus stapt tussen jou en de nood en jouw mogelijkheden in. En hij zegt, hey, jou, wat stelt het eigenlijk voor? Leg dat nou maar in mijn handen. Dan kan ik daar het wonder mee doen. Jezus gaat er met zijn hart en zijn handen tussen staan. Tussen de nood in de wereld en jouw mogelijkheden. Ja, en dan zie je het wonder gebeuren. En zo'n heel klein tussenzinnetje staat er nog. En Jezus brak het brood. Hij breekt
het brood. Ja, als je het aan Jezus geeft, dan kan het gebroken worden. En dat is niet iets waar wij op zitten te wachten. Dat onze manier van denken, dat onze maniertjes, dat onze manier gebroken wordt. Maar voordat je klaar wordt voor het wonder, dan kan het wel zijn dat Jezus je breekt. Juist om je klaar te maken, om te gaan delen. Jezus die gebroken worden in de handen van Jezus, maakt je klaar om deel uit te maken van zijn overvloed. Hoe mooi is dat? Jezus die breekt het brood en deelt het uit. En dan staat er aan het eind dat Andreas die krijgt dat kleine stukje gebroken brood en gaat daarmee op pad. De andere evangelie zegt dat Jezus brak het brood. Dus hij brak het brood en hij deelde het, gaf het aan zijn discipelen. Hij zegt, Heer, ga maar uitdelen. En je ziet Andreas kijken. Hij kijkt naar zijn broodje. Hij had er 12, hij heeft nu een halve. En hij zegt, ga maar naar die groep, 50 man. En hij gaat erheen en hij geeft de Heer, klein stukje alsjeblieft. Grote groep, hè? Klein stukje. En hij pakt een stukje. En vervolgens komt hij bij de volgende. En hij ziet dat het niet opraakt. En al delende raakt Andreas, komt hij steeds meer in de overvloed van Jezus terecht. En aan het eind van de kring zegt hij, nou nee, maar heb je genoeg? Heb je echt genoeg? En dan gaat hij weer terug naar het begin van, gast, ik was wat zuinig, maar hier heb je meer, want het raakt niet op. Op een of andere manier, Jezus is hier en er is genoeg voor iedereen. En hij, al delende, in gehoorzaamheid aan Jezus, raak je vertrouwd met de overvloed die er in Jezus is. Wat een ongelooflijk mooi wonder. Wat is jouw neiging? Als je de nood in deze wereld op je af ziet komen. Stop je het onder je jas, verberg je het en probeer er vooral zelf mee te overleven. Als we horen wat er in het noorden van Kenia gebeurt, die overweldigende nood die alleen daar al is. Wat doe je? Denk je, ja, daar kan ik niks aan oplossen, joh. Druppel op de gloeiende plaat. Of denk je, ja, ik geef alles. Ik ren zo hard als ik kan. Ik deel alles uit. En ik geef. En je wordt steeds meer vervuld met, oh, er is te weinig. De nood is te groot en ik kan te weinig. Is dat wat je dan doet? Het mooie is, aan het eind van het verhaal staat er dat iedereen verzadigd was en dat er nog over was. Dat is hoe het werkt in het Koninkrijk van God. Daar gaat het naartoe. Iedereen verzadigd en dat is over. En de discipelen moeten het ophalen en dan halen ze het overal op. En dan zijn er 12 manden vol met brood. 12 manden vol. Voor iedere discipel een doggy bag. Zo werkt het in het Koninkrijk. Als je samenwerkt met Jezus, dan hou je zelf wat over. Jezus wil niet dat je door samenwerken met hem blut en moe en leeg eindigt. Jezus wil dat je met een mandje thuiskomt. En nog te delen hebt met je eigen partner, met je kinderen of met de buurt waarin je woont. Je hoeft jezelf niet leeg te geven in het samenwerken met Jezus. Hij zorgt voor die overvloed dat er ook nog wat over is voor jou. In hetzelfde hoofdstuk gaat Jezus dit verhaal uitleggen. Hij zegt, ja, ik wil graag zorgen voor mensen, want ik hou van hen. Ik wil hen voorzien in dat wat ze nodig hebben. Maar het betekent nog meer. Het is een wonderteken, staat er in het gedeelte. En hij gaat het uitleggen. Hij zegt, in deze wereld zijn zoveel mensen met een honger. Een honger naar betekenis, een honger naar dat grotere verhaal, een honger naar dat koninkrijk waar ik koning ben. Het koninkrijk van God. En dat gaan mensen niet fixen. En weet je, dat koninkrijk van God, dat komt straks ook niet uit de hemel vallen. Dat koninkrijk, dat wordt gebouwd door Jezus. En Jezus zegt in dat verhaal, ik ben het brood des levens. Dat zegt hij in vers 35. Ik ben het brood des levens en iedereen die naar mij komt, die zal geen honger meer hebben voor eeuwig. En dat raakte me toen ik in het Lucas evangelie hoofdstuk 22 vers 19 las. Dat Jezus het brood, net voordat hij stierf, de avond voordat hij stierf, pakte hij het brood. Hij zat daar met zijn maten om tafel en zei, jongens, ik heb zo verlangd om dit met jullie te eten. En dan, hij nam het brood, precies dezelfde woorden, hij nam het brood. Dankte God de Vader erover. Hij brak het en hij gaf het zijn discipelen. Deel me uit. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Ik geloof zo in dat verhaal, dat onze God met Jezus. Ja, velen hebben over Jezus gedacht, wat stelt dat nou voor? Wie is hij nou, als het vergelijken met de nood van deze wereld?
Maar Jezus, in de handen van de Vader is genoeg. Hij werd genomen. Hij werd gebroken. Hij werd uitgedeeld. Zodat er zal overvloed zijn. Uiteindelijk het Koninkrijk van God, dat eindigt in overvloed en verzadiging voor iedereen. En jij hebt een keuze. Als je Jezus in de ogen kijkt, nadat je de nood van de wereld hebt gezien, dan zie je in Jezus' ogen geen onrust. Dan zie je in zijn ogen geen paniek. Hij weet wat hij gaat doen. En hij nodigt jou uit om te delen in dat wonder. Hij zegt niet van joh, met jou gaan we de oorlog niet winnen. Maar hij zegt, wat heb je wel? Geef het aan mij. Leg het in mijn handen. Want dat wat jij levert in mijn handen is gebroken genoeg om de wereld te voorzien. Het Koninkrijk van God, jij mag erin delen. Vertrouw je Jezus. Geloof je in hem. Leg dan wie jij bent. Ook al denk je zo vaak, wat stelt dit nou voor? Leg dat nou in zijn handen. En verwacht het wonder. Ja, Vader, dank u wel dat we hier met zoveel mensen Jezus in de ogen mochten kijken. En het eerste wat we zagen was zijn bewogenheid. Heer, net als al die duizenden daar, zijn we met duizenden gekomen uit een stukje nieuwsgierigheid. Of gewoon even weten wat er nou gebeurde. En we hebben gekeken, we hebben Jezus gezien. En Jezus, het eerste wat we zagen is Heer, uw bewogenheid over mensen. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt, dat u ons wil genezen en met ons wil praten over dat mooie koninkrijk van u. En Heer, als we danken u dat u die nood zelf ook zo ziet. Dat u geraakt wordt door de nood in deze wereld, maar dat u wel in rust bent. En Jezus, als we hier nu staan, dan schiet het bij ons soms alle kanten op. En dan denken we misschien zelf ook wel over onszelf, wat stelt het nou voor? Maar Heer, wilt u ons helpen om ons, wat stel ik nou voor, wat stel wij nou voor, in uw handen te leggen. Heer, maak ons bereid om in uw handen gebroken te worden. Om uitgedeeld te worden in deze wereld in nood. En Vader, we houden van u. Dat uw koninkrijk zal eindigen in verzadiging en overvloed. En wat een wonder, Heer, dat u dat koninkrijk niet op een of andere manier uit de hemel laat vallen, maar dat u het bouwt door kwetsbare discipelen heen.
die eigenlijk zo vaak nog terugschakelen naar hun eigen mogelijkheden of hun eigen verlangens. Jezus, u bent het brood wat leven geeft. We houden van u en we willen zo graag, Heer, dat we vanuit dat geloof leven een onderdeel mogen zijn van het wonder wat u doet. In Jezus' naam. Amen. Wauw, wat een prachtige boodschap. Wat mij persoonlijk raakte is dat Jezus het brood moest breken. Dat Jezus soms ook in ons iets moet breken, zodat we kunnen uitdelen. Zodat we kunnen vermenigvuldigen. En misschien heeft jou dat ook wel geraakt of een ander element in de preek. En als we hier bij elkaar waren geweest, dan had ik gezegd, er staat een ministry team voor je klaar. Mensen die met jou willen bidden. Waar je dit mee kunt delen. Want misschien heeft God wel iets in je hart geraakt op dit moment. Waarvan jij weet, ja, daar moet ik echt nog even iets breken. Daar moet ik mijn plannen echt weer even teruggeven aan God. Zodat het kan vermenigvuldigen. En dat kan nu niet. Maar je kunt wel met ons in contact komen. Zoals ik aan het begin van de dienst al zei. En je kunt voor je laten bidden. En je kunt die punten die God misschien nu wel in jouw hart door de kracht van zijn Heilige Geest heeft laten zien, delen met iemand, zodat er voor je gebeden kan worden. En dan bidden we voor de vervulling van de geest. Voor datgene wat inderdaad gebroken mag worden. En dat het vervolgens gedeeld mag worden. En nog een puntje wat me raakte in de preek was dat er in de Bijbel staat, er was zo'n zinnetje wat Tiemen las, dan denk ik van, en er was genoeg gras. Dan denk ik van, waarom staat zo'n punt in de preek? Maar niets staat voor niets in de Bijbel. En ik denk dat God ook zegt tegen jou, er is genoeg gras om in te liggen. Laat het je niet benauwen of beangstigen. Daar waar je deelt met God, daar waar je je hart laat zien, zorgt God voor een omgeving waarin dat in alle rust mag gebeuren. Waarin je mag groeien. Waarin je mag ontwikkelen. Samen met God. Want we hebben een liefdevolle Vader. Dus neem contact op als dat op dit moment nodig is voor jou. We gaan nog niet eindigen. We hebben nog een prachtig lied. Maar voordat we dat laatste lied gaan zingen, nog even wat praktische mededelingen. En dat is dat we er volgende week natuurlijk gewoon weer zijn.
om 10 uur met Ollie en Sophie. Voor alle kids, maar ook voor ieder die zich nog kind voelt. En om 11 uur onze gewone livestream die we overigens de hele zomer door blijven uitzenden. Dan op woensdag Connect-avond, Mozaïek Connect, om 8:30. En het staat nog niet op het schema, maar ik mag alvast een tipje van de sluier oplichten. Er komt voor de zomer nog een hele te gekke gave livestream voor We Are Young. Dus al onze jongeren die nu zitten te kijken, ik hoor jullie juichen. Er komt een We Are Young livestream en die zal zijn op zondag 28 juni. Maar daar komt nog meer informatie over, ook via de socials, dus houd het in de gaten. Dan de collecte. Mocht je willen bijdragen aan het werk van Mozaïek, aan datgene wat hier gebeurt, maar ook wat buiten het zichtveld gebeurt, waar we nood of hulp bieden aan mensen in nood hier dichtbij, dan kan dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat je geraakt bent door datgene wat Tiemen raakte deze week. De verhalen in Kenia. Misschien heb je daar wel op dit moment ook een kindje wat je sponsort. En als Mozaïek hebben we echt gezegd, ja, wij gaan dit gebied in Kenia, Marsabit, omarmen. En we willen daar hulp bieden waar nodig. De hulp is heel erg nodig, we hebben het net gehoord. Daarom hebben we ook besloten om, naast dat je een collecte kunt geven aan Mozaïek, dat er via dezezelfde QR-code ook de mogelijkheid is om te geven voor dit gebied, voor Kenia. Voor allereerste nood, en dat is de voedselhulp. En er worden dus pakketten uitgedeeld voor €2,50 kosten deze pakketten per gezin. En wat zou het gaaf zijn als we zoveel mogelijk pakketten kunnen verzamelen, zodat we in deze eerste nood in dit gebied, wat compleet afgesloten is van alle hulp, wat compleet afgesloten is doordat de winkels dicht zijn, dat mensen niet kunnen werken, dat we ze toch die voedselpakketten daar kunnen brengen. Dus als je daarin wilt meehelpen, heel graag. En alvast op welke manier je dan ook meedeelt, alvast van harte bedankt daarvoor. Nou, tot slot zingen we een prachtig lied. En het gaat over de kracht van aanbidding. Want daar waar we God aanbidden, moet de duisternis wijken. Daar waar we God aanbidden, is geen plaats voor angst. Dus laten we met elkaar zingen. Ga staan. We zingen We Praise You. Silence.
like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom.